Vestia is een grote woningcorporatie. We hebben 80.000 woningen. Ik zeg altijd liever, we hebben 250.000 klanten. En die wonen natuurlijk allemaal in een woning van ons. Dus dat is wel hun thuisgevoel. Dus wij bieden mensen een thuis. Daar waar vroeger bij woningcorporaties het altijd was, je mag niks tenzij, is het nu van, nou, in principe mag je heel veel. Maar spreken een aantal dingen even van ons, met ons af. Dus ik vind het altijd heel erg mooi om te zien als we vanuit ons werk bij mensen thuiskomen. Wat je heel vaak ziet is dat dat echt paleisjes zijn waar mensen met heel veel trots en plezier wonen. Zeg maar een 55-plus of een 65-plus woning. Waarin zeg maar nu bredere gangen worden gemaakt, zodat mensen een eventuele rollator of scootmobiel gewoon in de gang kunnen zetten en er ook gewoon nog langs kunnen lopen. Kijk, dat is ook vaak de belangrijkste reden voor mensen om in de buurt te willen blijven wonen, is het feit dat hun familie of hun vrienden er wonen. Dus daar proberen we daar waar het mogelijk is wel vorm aan te geven, ja. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de paperclip, daar hebben we gesprekken gevoerd met de mensen in de portieken. We hebben ze gevraagd van hoe wilt u hier wonen? Hè? Wilt u juist, vindt u het leuk dat er veel kinderen zijn? Vindt u het leuk dat u vaak met de buren praat? Of vindt u het juist wat prettiger om wat rustiger te wonen? En gewoon natuurlijk als goede buren naast elkaar te leven, maar gewoon niet per se bij elkaar over de vloer te hoeven. Wat is mijn thuisgevoel? Ik heb een moestuin, een volkstuin vlakbij mijn huis. En daar naartoe gaan, bijvoorbeeld, kom ik weer op de zondagochtend, als het daar nog super rustig is. En je kunt daar in je moestuintje in de natuur tot rust komen. Dat is ook wel een echt thuisgevoel, ja. En ik vind het ook heel erg leuk, daarom vind ik het initiatief ook heel erg leuk om op thuisgevoel de aandacht te vestigen. Omdat het inderdaad zo'n wezenlijk onderdeel is van ons zijn.